Hallo, ik ga je laten zien hoe je met de Dojo Processing Cursus een bal naar rechts doet. Op de website van de Dojo klik je op Processing. Dit brengt je naar de lessen van Processing. Bal naar rechts is de tweede les. Klik daarop. In bal naar rechts zul je een bal naar rechts laten bewegen. En we leren wat een variabele is. De eerste opdracht is om deze code over te typen en dan te runnen. Als een rode letter kom je een typfout gemaakt en dan zou je een bal moeten zien die naar rechts gaat. Dat gaan wij doen. Ik start processing op. Op Ubuntu is dat Ctrl-Alt-T, .p, tab, enter en processing start. Dit venster kan ik sluiten en hier heb ik processing. Die code gooi ik weg. En deze code copy-paste ik naar processing. Ik klik op run. En daar is de bal naar rechts. Het is mij gelukt. De volgende opdracht. Opdracht 1. Het scherm is nu 600 pixels breed. Kun je deze 800 pixels breed krijgen? Laten we eens even kijken naar de code. Hier staat de vraag. Het scherm is nu 600 pixels breed en hij moet 800 pixels breed worden. Als ik naar de code kijk, ik zal hem even wat groter maken, is er eigenlijk maar één keer het getal 600, namelijk hier. Als ik hem nu run, is mijn scherm 600 breed, denk ik. En als ik die verander naar 800, dan zal die breder worden. Ja, dat klopt. Dit is mij dus gelukt. Oplossing. Hier staat de oplossing. Er zit een 600 in de code. Deze naar 800 veranderen is genoeg. Dat is precies wat ik heb gedaan. En hier zie je een tabelletje. Als je tegen de computer zegt size 800,400, dan zeg je in mensentaal: lieve computer, maak een venster van 800 pixels wijd of breed en 400 pixels hoog. Opdracht 2. De bal is nog niet rond. Het is een ellips, dat klopt. Je ziet dat die meer eivormig is. Maak deze rond. De bal is nu 40 pixels breed en 30 pixels hoog. De bal is nu 40 pixels breed en 30 pixels hoog. Als ik gewoon op zoek ga naar de getallen 40 en 30, zie ik hier 40 en 30 staan. Hij is nu 40 pixels hoog en 30 pixels breed. Als ik daar ook bij allebei hetzelfde getal van maak, zoals nu 40, en ik run hem, dan denk ik dat hij nu rond is. En inderdaad, hij is perfect rond. Dus opdracht 2 is mij gelukt. Oplossing 2 zegt dat ellips x 50 40 30 tekent de bal. En de 40 30 zorgt ervoor dat de bal niet rond is. Dat is precies wat ik net heb gedaan. En in de oplossing hebben ze zelf ook 40 40 ervan gemaakt. Als je tegen de computer zegt ellips x, 50, 40, 30, dan betekent dat, lieve computer, teken een ovaal die x pixels naar rechts is, die x die leren we later, 50 pixels omlaag is, 40 pixels wijd is en 30 pixels hoog is. Volgende opdracht. Opdracht 3. De bal gaat nu met een snelheid van 1 pixel per keer naar rechts. Laat de bal 2 keer zo snel naar rechts gaan. Ik ga naar de code en de hint is dat die 1 pixel naar rechts gaat. Ik zie maar op één plek het getal 1 staan. Als ik daar nu een 2 van maak, denk ik dat die 2 keer zo snel gaat. Ik run en inderdaad, hij gaat 2 keer zo snel. Als ik kijk naar de oplossing, zeggen ze, x is x plus 1, beweegt de bal. Verander dit naar x is x plus 2 en dan wordt de code precies wat ik net heb gedaan. In computertaal, als je tegen de computer zegt x is x plus 1, dan zeg je, lieve computer, maak x 1 hoger, dus het getal 1 hoger.
Dat kun je op meerdere manieren zeggen. Je kunt ook x plus is 1 is hetzelfde. Of x plus plus of plus plus x. Dat kan allemaal. In deze oefening, wij pakten net die. Maar de andere, als je later groot bent, zul je die andere ook doen. Opdracht 4. In het begin zit het midden van de bal 60 pixels naar rechts. Kun je de cirkel ook 0 pixels naar rechts laten beginnen? Oké, het getal 6 pixels naar rechts, dat zal een belangrijk zijn. Ah, dat zal hier zijn. Ik denk dat dit dan betekent dat ik hier een 0 van moet maken. In het begin zit die 60 pixels naar rechts. En als ik dit doe, dan zou die 0 pixels naar rechts moeten zijn. Even kijken. En dat klopt. Oplossing 4. Inderdaad, float x is 60 bepaalt dit. Verander dit naar float x is 0. Dat is mij gelukt. Hier wordt even gezegd dat void setup, dus dit gedeelte in de code, dat een gedeelte is wat één keer gedaan wordt door de computer. Oké. Bal naar links. Hoppa, volgende opdracht. Laat de bal nu aan de rechterkant van het scherm beginnen en naar links gaan. Nou, ik ga hem eerst aan de rechterkant van het scherm laten beginnen en daarna ga ik hem naar links laten gaan. Om aan de rechterkant van het scherm te beginnen, zag ik dat ik weet dat deze regel is hoe ver de bal naar rechts begint. Dus als ik deze hoger maak, laten we zeggen 300, dan begint de bal verder naar rechts. Dat klopt. Ik ga hem nu nog verder naar rechts zetten. Ik ga hem nu 700 naar rechts zetten. Ik weet dat dat kan, want mijn scherm is 800 pixels breed. Dat gaat goed. De volgende stap is dat hij naar links gaat. Dus niet naar rechts, maar naar links. Dat hij naar rechts gaat, dat doet deze regel. Hiermee wordt x is x plus 2. Hier wordt x steeds 2 hoger. En x is volgens mij hoe ver de ellips naar rechts is. Als ik dus wil dat hij naar links gaat, moet ik x steeds lager maken. Dus ik maak daar een min van. Ik ga even kijken en inderdaad, hij gaat nu netjes naar links. Oplossing: om de bal aan de rechterkant te krijgen, moet je float x is 500 gebruiken of een ander hoog getal. Dat heb ik gedaan. Om de bal naar links te laten bewegen, moet je x is x min 1 gebruiken of min 2. Dat maakt niet zoveel uit. Als er maar een min staat, dat is het belangrijkste. De code wordt dan heel goed. Nou, hier zie je nog eventjes een computertje die zegt void draw. Dat betekent dat dit gedeelte de hele tijd runt. Iedere keer als het programma opstart, doet hij één keer setup. Dan doet hij draw. En 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 dat doet hij oneindig keer.